Ja. En dan is het zo dat als je er naartoe springt, dan ga je dus met je, in dit geval, dan even voor de oefening, ga je met links de hand, ga je naar voren. Dan sta ik hier nu precies voor de persoon, dus ik kan nu contact maken. Maar ik ga zorgen dat ik vanuit het centerline de hoek om ga. Maar dat betekent, ik moet juist op deze manier hier zo komen, dat ik die vering heb en dat ik weet dat ik hem erin kan doen. Dus juist als ik hier ben, boom, bam, sta ik schuin op de zijkant. Dus als Cor de voor wil gaan staan, met zijn rug tegen de bokzak. Stel, hier gebeurt het, hier hebben we dus de ruzie. Boom, ik spring naar hem toe, bam, en ik sta aan de zijkant. Dit is dan de afstand. Ja. Dan kan ik meteen, daar zo meteen gaan raken. Dus nu zou ik vragen, ga jij in het midden staan? Jij gaat zo meteen naar boven toe springen en dan aan de zijkant komen. Mag je nog eventjes een beetje tussen die bok zakken? Dat je dat hier een beetje doet. Ja, top. Want dan hebben we dus ook dat we vanaf hier zo, als je zo staat, ja. Hier kan je dus juist van boem, die hand is even een afleiding. Maar nu zie je boven schild. Mm-hmm. Als ik daar zou staan, zou ik iets meer ruimte daar omheen creëren nog. Dus vanaf hier moet ik hier zo springen, dat ik aan de zijkant kom. Deze hoef je nog niet in te zetten. Maar ernaartoe, met die hand. Mm-hmm. Boom. Mm-hmm. En dat je voor jezelf goed staat. En dan wil ik weten, is jouw schouder hier? Of is jouw schouder op zijn lichaam, op deze hand? En waar moet die komen? Dat ga je zo meteen zien. Boom. Ja. Bam. Ja. Dus je ziet nu dat het net ervoor is. Ja. Mm-hmm. Dan wordt jouw sprongetje zometeen, ik wil daar even springen, dus ja. Jouw sprongetje, boem, zie je dus dat je radius, je draaicirkel, mm-hmm. die moet wel zo zijn dat je ernaast komt, maar voor ons dan, want dat is wat we nu meten, moeten we iets meer naar buiten springen. Dus ik ga echt iets meer naar buiten, want zie je dus dat ik hier met vrijheid heb, hier stond ik meer, hiervoor heb ik mijn vrijheid niet die ik nodig heb, ja. Hier op afstand, heb ik meer vrijheid, dus ik kan het hier meer doen. Nu ga je hem zo meteen op deze manier, pop, bam, zodat je net wat meer afstand hebt. Maar je hand komt hierop, dus je kan alles nog raken, dus je hand is voorbij zijn gezicht. Mm-hmm. Dan ga je staan, dan spring je met je rechterhand naartoe, boom. Dan ga je maar aan deze kant kijken, hey. Oké, mijn hand is er nog voorbij. Dat is top. Dus dan hoef je niet speciaal hier te komen. Als je maar niet naast hem staat, waardoor je je wapen. Dus hier zo kan je heel goed je wapen inzetten. Zometeen gaan we een lichte aanpassing erin doen, omdat we naar striking toe gaan. Dus ga je gang. Ga eerst maar proberen dat je het op deze manier gaat oplossen. Mooi. Heel goed. Nu mag je om en op, dus nu ga jij staan, Cor. Nee, hoef niet om te houden, want je kan elkaar goed springen. Nee, maar het maakt niet uit. Maar nu ga jij hetzelfde doen wat Cor heeft gedaan. Met je eerst. Hop, ja. En maak een goede sprong. Ja, je zag dat het heel zuinig was, hè? Ja, dat is goed, dat is goed. Want dat wil je gewoon rustig de tijd geven om te meten. Ja, netjes. Boom. Ja. Ja. Zometeen gaan we richting zoeken, hè? Nee, nou is het verkennen, recon. Dus we weten, boom, dat kan. Yeah. Je weet, je stapt goed opzij en dat je nog iets kan doen. Zometeen gaan we met striking erbij, dan komt het anders uit. Want dan, nu ga je nog niet richten. Mm-hmm. Zometeen sta je, omdat je weet waar je moet komen in richting. Dus je gaat je sprong en je stap ga je aanpassen. Maar dit is het trille begin waar je hier vanuit wil werken. Boom. Ben je nog niet. Want anders ga je gewoon informatie geven. Okay. Dus echt er naartoe springen in de zij. Toe. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, niet je hand gebruiken, zeg ik net. Oh ja, ik dacht dat hij dat ook deed. Nee. Daar alleen hier. Anders ga je dingen invullen. Hop. Bam. Ja. Want dit is het stukje verkennen. Dit is goed.
Oké. Mag Cor deze weer even aandoen? En dan ga ik even plaats innemen. Want wat je nu gaat doen, deze staat hier. Je gaat zo meteen met dit stukje, ga je slaan. Maar ontspan, wat we net hebben gedaan, naar het ontspannen en hier naartoe. Hè. Mm-hmm. Er naartoe, knokkels erop, draaien terug. Dit is zo meteen hier. Mm-hmm. Maar we oefenen zo. Spring. Ja. En die andere sprong. Terwijl je die andere sprong doet. Sprong. Ja, linkerhand naar voren met rechterhand slaan. Ah. Bam! Oké. Okay. Even kijken hoor. Dan gaan we even iets meer zo. Hoppatee. Spring er naartoe. Bam. Ja, maar probeer nu weer zo. Tussen. Ja, oefen die klap nog een paar keer gewoon. Ja. Goed. Ja, netjes. Ontspan en ademhaling. Ja. Oké, stop. Dat was iets minder. Spring er naartoe. En je doet het. Hop. Spring er naartoe. Tik, tap, boem. Ja. Meer invoeren. Ja. Spring naartoe. Hoppa. Naartoe. Bam. Goed zo. Smack it. Goed zo. Tik. Bam. Mooi. Heel goed. Heel goed. Hop. Stop. En begin met dit. Ja. Ja. Dit. Ja. Dus wat we zo meteen krijgen, spring naar hem toe. Bam. Ja. Sla dat zo hier achter het oor, zo over dat kaakje heen. En daarvoor zijn die knokkels hier goed doen. Ja. En als je dat dan zo kan gooien, dat je het ontspannen hebt, je voelt al wat doe ik het ietsjes meer, zo boem, dat is al wat. Hè? Mooi, dus ook dit stuk, als je hem zo lekker erop kan gooien, maar ik haal hem open. Hè? Mm-hmm. Open. Voor de impact kan je hem lichtelijk zo hebben, maar boem. Zorg dat je ook hier schouder ontspant, terug kan komen voor het vervolg. Dus ook als je nu toe gaat, dat draaien dat ik spring, en ik spring zo in de grond, dat zorgt ervoor dat hij lekker doorgaat. Ja, lekker. Goed zo, kom maar. Goed zo. Mooi. Nog één. Boem, één stop. Mag jij deze aan? En dan kan Cor voor zichzelf even rustig eerst oriënteren. En dan zou ik ook zeggen, doe eerst eventjes zo. Dat je met dit stuk gewoon eerst even die tik kan geven. Dat het erin zit. Dat, ja. Lekker erin. En dat je dan er naartoe in einde gaat doen. Dus eerst even pakken die klappen goed. Dat het voor jou zelf ook in je hoofd is. Van nou, dat snap ik, dat lekker. En je hebt je voet los als je dat doet, want dan krijg je dit. Tik, de voet is helemaal los. Ja. Je wil in die grond. Je wil erin. Ja. Bam. Maar in de grond. Bam. Ja, daar heb ik hem op het hoor. Altijd leuk. Goed gedaan. Special effect. Special effect, just for you. Ja, dat is ook weer van Alan uit de dojo. Kijk, toppie joppie. Ja, lekker. Goed zo. Meer de grond in.
handpartij, die teen die jij hard omhoog hebt, teen wil je erin drukken. Dan kan je meer kracht. Goed zo, lekker ontspannen. Hop, rustig aan. Hop, deze weer op hoogte van een hoofd. Boom. Ja. Nice. Ja, lekker kort. Goed zo. En nu niet meer nadenken. Hop. Ademen. Rustiger, rustiger, want elke is er nu, hè? Ja. En dan alles geven. Reset. Staan. Oh, goed zo. Staan. Rustig. Oh, smack it. Lekker. Reset, reset. Zodat je weer kan opladen naar het spannen om de volgende nog harder te doen. Ja, maar nu. Spring er naartoe. Dan draai je, want dan is het ook door je hele draai. Boom. Want je wil nu weer aan de zijkant komen. Dus dit. Bam. We slaan hem aan de zijkant. Hier kan hij van alles nog doen. Als ik hier zo in één keer. Bam. Sta. Ja, mooi. Boep. Boep. Ik kan alles nog inzetten. Nou, lekker dan. Ja, nou, ik wil er weer aan. Ja. Hop. Bam. Ja, bam. Woe. Ja, en het is nog steeds dit. Ja, ik... ja? Ja, nee, maar weet je dit? Voel je hoe lekker relaxed dit is? Doe dat eens met mij. Hop. Nog relaxer. Je duwt hem nog te ver. Hier. Zie je hoe ik dit heb? Zo. Dit draait. Poep. Dat is goed. Ja, en dat gaat dus ook door die heen, hè? Maar dan op die hoogte. Bam! Ja, hop. Bam! Wat hoger de pet, hoger. Ja. Bam! Ja, ietsjes lager zo. Ja. Bam! En nou vasthouden dat ding. Hop. Dus ook nu de ademhaling erbij. Nice. Hop. Bam. Bam. Mooi zo. Hop. Bam. Ietsje slagen. Goed zo. Ietsje slagen. Ja. Bam. Omdat je dus ook die draai meer meeneemt. Je hebt ook van kleine rufters. Ja, dat is zeker. Bam. Ja. Nou, zo hebben ze wel dat we juist ook in dit stuk, dat als je weet van... Hé, hey, je bent hier en je gaat, dan ga je nu nog meer draaien, want jij met iemand, dus stel ik hem hier, bam, dan is hij daar of hij gaat die kant op. Waardoor je dan door kan trappen en dingen kan gaan doen of boom, dit soort dingen, want zo sla ik liever geld jongens in elkaar. Mm-hmm. Dat ik nu zo aan het vechten ben en ze kunnen wat terug doen en ik moet incasseren. Dus ik wil juist de afleiding maken van what the fuck? Dat je dan wel aan bent. Ja, ik wou net zeggen. Je doet het wel, hè? Ja, nee, maar we zitten nog wel goed op de tijd, want we willen juist zien van, in dit stuk, bam, en we hebben hem. Mm-hmm. Dat is niet alleen voor te slaan. Dan mag ik deze even uitdoen, en dan wil ik...